Een wankelend veiligheidsgevoel heeft een negatieve impact op de economie en werkgelegenheid, zei VHP-parlamentariër Xuanrui Wang gisteren in de Nationale Assemblee tijdens de begrotingsbehandeling van 2024. Wang zegt dat er nog steeds veel obstakels zijn voor investeerders om zaken te doen in Suriname. En er is een duidelijke trek te zien van ondernemers naar andere landen. Wang benadrukte dat veiligheid een fundamentele voorwaarde is voor economische ontwikkeling. Als burgers zich niet veilig voelen, voorzitter, zijn ze minder geneigd om te investeren en te ondernemen. En dit heeft een negatieve impact op de economie en de werkgelegenheid. In Suriname is de veiligheid de afgelopen jaren een zorgpunt. Er is sprake van een toename van criminaliteit, waaronder geweldsmisdrijven en drugshandel. En dit heeft een negatieve impact op het land en haar inwoners. Iedere keer, voorzitter, blijf ik dit aspect aanhalen. We hebben op social media beelden mogen waarnemen hoe een senioren burger met een beperking overrompeld en mishandeld werd. Het is inderdaad fijn om te zien dat de minister van Justitie en Politie een bezoek is gaan brengen aan haar, maar zij is slechts één van de zoveel gevallen in Suriname die beroofd is geworden met geweld. We zien een target op ondernemers en die worden systematisch en continu het slachtoffer van roofovervallen. Wang geeft verder aan dat ondernemers die aangevallen en beroofd worden, heel vaak verminkt worden achtergelaten. Het verhogen van de veiligheid is niet zichtbaar en ook het aantal politiewagens dat surveillancecontroles doet, neemt niet toe. Wanneer mensen bellen naar politiestations, worden ze geantwoord met zaken als kom naar het politiestation om een aangifte te doen, of we hebben geen wagens binnen, of je krijgt doodleuk te horen, we hebben geen benzine. En dit is waar burgers mee geconfronteerd worden. Is de veiligheid van de burger niet meer belangrijk? De situatie van Atjoni was en eigenlijk is nog steeds zorgwekkend. Maar waarom moet een geval zich zo extreem voordoen voordat er wordt opgetreden? We moeten vernemen van de DC dat er niet genoeg agenten zijn en dat ze niet opgewassen zijn tegen de criminelen. Het lijkt alsof we in een staat wonen waar rovers en criminelen de upper hand hebben van de politie. Meneer de voorzitter, iedere keer pleit ik voor meer geld op de begroting voor veiligheid, zodat politie genoeg equipment heeft en kan optreden. Graag wens ik via u van de minister te weten waar het eigenlijk mis is gegaan. Wang wil van de minister van Justitie en Politie weten hoeveel geld van de begroting van 2023 is uitgegeven voor het garanderen van de veiligheid. Ook ziet hij graag een uiteenzetting van het aantal wagens waarover het korps beschikt en hoeveel er dagelijks wordt getankt, zodat de politie de samenleving van dienst kan zijn.